Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video, een nieuwe week. Um, ik moet zeggen, de afgelopen week is er heel veel verschoven gebeurd. Um, vooral in mezelf, um, nog eigenlijk op een dieper niveau. Um, en dat merk ik natuurlijk altijd aan mijn lichaam. Um, het is niet voor niets dat uh, vorige week mijn kinderen dan ook uh, een paar dagen thuis waren uh, uh, van school, waardoor ze eigenlijk een week vakantie hadden met het verlengde weekend. En um, dat kwam mij ook wel goed uit, omdat het mij de tijd gaf om um, dieper te gaan, om nog meer te gaan voelen. Uh, en geloof me, het worden niet zo leuke dingen om te voelen, maar wel noodzakelijk. Um, want er zijn een aantal inzichten dat ik we natuurlijk weer met jullie uh, wil delen vandaag, waaronder um, het stuk waarin dat, uh, we zou ik het gaan uitleggen, je, je hebt wel het gevoel dat je uh, soms um, hoort dat mensen ook zeggen dat zeggen van ah, oh, ik ben blij dat het einde van de maand is, of dat we een nieuwe maand zijn, maakt niet uit, maar het punt is op dat moment dat mensen blij zijn dat we Eind of begin van de maand te zijn, omdat ze alle rekeningen betaald hebben of omdat nieuwe wetten toegekomen is of wat dat ook de reden is. Alleen in dat moment vergeten ze dat eigenlijk alles van vooraf aan weer begint. Want uh, de, de rekeningen voor de, uh, voor de elektriciteit, voor de gas, voor het water, uh, eten, uh, uw, 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 uw diesel of, of wat dat je ook maar tankt. Uh, alles begint altijd maar weer opnieuw en, en het, het is maar een ongoing circle, dus het stopt niet. En dat is net de, de clue. Want dus als manifester is innerlijke rust voor mij een teken waarin dat ik dan weet van: oké, okay, ik ben um, in balans, ik ben in afstemming. Als ik dat niet voel, dan is er ergens iets. Dat um, is spooky. Mijn boze, <laughs> kom te kijken. Um, dan is er iets dat um, niet gaat, niet verloopt zoals ik eigenlijk vanuit mijn natuurlijke flow voel dat mogelijk is. En dat is iets wat ik vorige week um, heel vaak gevoeld heb. Uh, deze ochtend ook, maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik moet opstaan met een wekker om de kinderen naar school te brengen op tijd. Dus dat, dat idee van structuur rond schooluren, dat is voor mij een hele lastige, hele moeilijke. Um, dus wat voorlopig is het, maar dat is. Um, maar het stuk waar ik eigenlijk wel te komen is dat we moeten comfortabel leren zijn en comfort en rust vinden in de momenten waarin dat er nog steeds druk van buitenaf komt, druk door betaling die maar elke maand opnieuw blijven komen, ook al heb je al betaald de maand erop of zoveel dagen later, hup weer een nieuwe rekening. Um, en er zijn veel momenten waarin dat ik uh, zoiets had van: ah, het stopt gewoon nooit. En dat is ook zo, het stopt ook gewoon nooit. Maar we bepalen wel in hoeverre dat die druk een invloed heeft op ons welzijn, um, een invloed heeft op de keuzes dat we maken. En gisteren zag ik ook niet weer toevallig een video van iemand dat ik nog nooit gezien had. En daar ging het ook in hetzelfde om. We kiezen zelf waar dat we waarde aan geven. Waar dat we onder, onze energie gaan geven. En oké, okay, geld hebben we nog altijd nodig in deze maatschappij. En hoe meer geld hij hebt, hoe meer goede dingen hij kan doen. Want op zich is het niet geld die slecht is. Het is niet geld die toxisch is. Nee, het is het. het wat, hoe dat mensen erdoor worden, uh, doordat ze niet geleerd hebben om zich te onthechten van geld, dat ze um, op een heel toxische manier met geld beginnen omgaan. Of dat nu is vanuit angst, van tekort, van hoe, of vanuit um, uh, het gevoel dat mensen zich gaan bedrogen voelen. Ik heb bijvoorbeeld over laatst iets verkocht via tweedehands en die persoon heeft mij nooit betaald. Ik was wel wat ontgoocheld. Maar niet in die zin dat ik dat mijn leven ga uh, laten bepalen. Nee. Um, dus ik had zoiets van, ja oké, okay, als dat is wie dat je wilt zijn, by all means, go ahead. Um, en het universum zal wel zorgen dat die balans weer uh, in evenwicht gebracht wordt. Dat is niet mijn taak. Mijn taak is ervoor te kiezen om um, de intentie te zetten van, dat is hoe dat ik mijn leven wil vormgeven. Dat is wat ik wil ervaren. En dan te kijken wat dat universum meebrengt. brengt. Hetzelfde met mijn Twinningbloem-connectie. Er zijn daar factoren in um, waar ik zelf geen controle over heb. Um, dus waarom zou ik dan met al mijn kracht en mijn macht dat toch willen gaan controleren en toch willen dingen gaan forceren, terwijl dat eigenlijk niets met mij te maken heeft? Oké, okay, ik word er onrechtstreeks mee geconfronteerd, be door beïnvloed. Maar het is niet mijn les, het is niet mijn onderdeel, het is niet mijn stuk. Want anders zou ik er nog veel vaster in zitten. Dan is het wel aan mij om daar dingen in te veranderen natuurlijk. Het enige wat ik hier in deze situatie kan veranderen, is de manier waarover, waar, waarover, uh, hoe ik erover denk. Uh, hoe ik ermee omga. En hetzelfde, um, kiezen van wat is hetgeen dat ik wil dagelijks ervaren en dan het, uh, de intentie zetten, het overlaten aan het universum, en dan uh, kijken van wat is hetgeen dat het universum mee wil brengen. Um, als je bekend bent met human design, uh, en ik ben geen human design coach of whatever, ik gebruik het voor mezelf of voor mijn klanten. Um, ik leg het ook uit in de verschillende, niet in de verschillende programma's. Ik leg het uit in het programma van de spirituele ondernemer, omdat afhankelijk van wat type je bent en hoe je energie aan elkaar zet en de kanalen die je hebt. Um, zal je je bedrijf, je spirituele onderneming, dus je onderneming die verbonden is met wie dat je bent als ziel, op een andere manier gaan neerzetten? Um, dus daar leg ik het, het wat een stuk uit. Maar wat ik nu wil zeggen, voor nu, wat belangrijk is voor nu, is eigenlijk die onderste, dat onderste center, de, de root center. Uh, dat heeft te maken met die angsten, rond uh, die materie en het materiële en zo. Um, en dus um, in mijn geval is dat ongedefinieerd, dat dus wil zeggen dat dat open is. Wat dat betekent dat ik veel gevoeliger ben aan die druk van buitenaf. En dat is als benefuster een hele uitdaging natuurlijk. Want hoe vaak is het niet zo dat ik door mensen en, en verwachtingen en vragen van mensen helemaal uit mijn flow geduwd word uh, of getrokken word? Um, en dus um, zelfs gewoon het idee ook, gewoon de, de dingen die ik jou meegeef of, of jullie leer. Van hoe dat ik in het leven sta en hoe dat ik mijn leven vormgeef en hoe dat ik omga met manifestatie, hoe dat ik omga met mijn tweelingbouwconnectie, hoe dat ik omga met mijn vriendschappen, met mijn kinderen, wat dan ook. Dat zijn allemaal op zo'n manier die anders is dan wat de meeste mensen gewoon zijn, waardoor dat, uh, waardoor dat eigenlijk van daaruit ook heel veel druk komt. Waarom? Omdat mensen zoiets hebben van. Uh, het idee dat je hebt of het idee dat je neerzet zorgt ervoor dat ik me oncomfortabel voel. Dus jij bent het probleem van, uh, de oorzaak van mijn probleem of de oorzaak van mijn ongemak. Terwijl dat ik eigenlijk in dat moment gewoon maar spiegel van dat is hoe dat ik naar de wereld kijk, dat is hoe dat ik voel en denk dat het mogelijk is. Dat is de nieuwe manier waarop we de aarde uh, niet de aarde. Waarop dat we het leven hier neerzetten, want we zijn een onderdeel van de aarde, we zijn de aarde. Um, <coughs> Um, om van daaruit dan ervoor te zorgen dat je elke dag een vervullend leven leidt. Dat je elke dag gelukkig voelt. Hè? Dat je elke ach, dag... Ach, dat je elke dag... Het is een moeilijke. Het is nog vroeg. Ik heb nog maar één tas koffie gehad. <laughs> nee. Het heeft er niks mee te maken. Um, maar dus dat we elke, elke keer um, uh, bewuste keuzes maken. Waarom dat we iets wel of niet doen. Um, en... Gelijk welke sprong dat je zal nemen. Uh, bijvoorbeeld speel ik nu heel hard met het idee om naar het buitenland te verhuizen. Uh, dat, daarin word je ook weer geconfronteerd met de identiteit die je voor jezelf uh, gecreëerd hebt. Want als je dan het buitenland verhuist, dan verander je volledig die identiteit. Dus dat maakt dat, dat je op dat moment eigenlijk door al de schaduwen en al die ideeën en overtuigingen moet gaan... die er zou ervoor zorgen dat je hier zou blijven, maar uiteindelijk hier blijven en hier blijven wonen in België, um, dat is de gemakkelijkste oplossing. Dat is het meest comfortabele. Maar ik merk dat het mijn uh, ziel niet meer langer blij maakt. En um, verhuizen naar buitenland dat is al iets wat ik zeg sinds ik tiener ben um, en natuurlijk door een aantal keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven. Um, is gewoon voor niet meer zo evident. Hè? Want Ik ben ook niet alleen. Ik heb ook nog twee kinderen. Ik heb nog niks waar ik rekening mee houden. Ik heb ook nog dieren. Eh, zoals Vintje die, die daar nu van buiten naar binnen komt. Um, er zijn gewoon een aantal dingen waar we daar rekening mee moeten gehouden worden. En dan is er ook nog mijn tweelingvlam, die ook weer in een ander land woont. Um, en ik zou voor dan nog een ander land. Um, dus er zijn heel veel dingen die door gewoon. Die gedachte en die keuze te maken, die heel veel andere dingen weer um, gaan triggeren. Maar net dat zorgt ervoor dat we blijven evolueren, dat we blijven groeien. Bovendien mag je niet vergeten, en dat is, ik denk dat ik dat ook al eens gezegd heb, dat wanneer we als mensen rondreizen of verhuizen van de ene plaats naar de andere plaats, dan brengen we ook verschillende energiecodes van de ene naar de andere plaats. Waardoor dat we. Um, je zou het kunnen vergelijken met het, de kanalen in, in, in het water in de kanalen is zoals bloed in, onze, in ons lichaam. Wij zijn die, die bloedcellen. Wij zijn de, de, de... Hoe heet het? Ja, de cellen. Of, of ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Maar dus wij zijn de cellen van de aarde. Wij zorgen ervoor uh, dat als wij ziek zijn, dan zijn we eigenlijk een rotte plek in de aarde. Om het zo heel cru te zijn. Maar dat is het wel. Dus wanneer we niet voor onszelf zorgen en niet doen we dat goed voelt voor onszelf, dan zorgen we dat er een, een, een disbalans, een, een blauwe plek, een, een infectie, een schimmel, wat dan ook zit, moeder, in, in de aarde. Um, en dat maakt, wanneer je dat begrijpt, en wanneer je meer en meer ook dat eenheidsbewustzijn gaat gaan ankeren, um, dat je helemaal andere keuzes maakt. Um, hoe minder spullen ik heb, hoe beter. Want <laughs> hoe meer spullen, hoe meer, hoe meer stress, hoe meer, meer druk dat ik daarvan krijg. Dus geef mij heel veel geld en ik ga daar geen ongelooflijk veel spullen mee kopen. Nee, ik ga daar ervaringen mee kopen bij wezen van spreken. Ik ga daar uh, geld uh, is, deel ik om ervaringen te delen, om dingen samen te doen. Um. Dus vandaar ook dat wanneer ik zei van um, mensen te laten um, deelnemen aan de volgende reizen, dat is ook het idee. Het gaat over de ervaringen, het gaat over de verbindingen dat we maken, het gaat over het uitdelen van die energie. Uitwisselen van die energie. En ook uitdelen eigenlijk. Dus um, ik zou zeggen, het, het, als je de afgelopen week ook het wel lastig had of je voelt dat je nu deze week het lastiger hebt... Stel jezelf die vraag, welke identiteit heb ik voor mezelf gecreëerd? Hoe denk ik dat het leven zou moeten zijn? En hoe denkt mijn ziel, wat weet, weet mijn ziel eigenlijk dat het de waarheid is of de werkelijkheid is? En hoe kan ik dan die twee zodanig gaan afstemmen op elkaar, dat ik um, die verschuivingen teweeg breng en die transformatie teweeg breng, dat het mij weer die vervulling brengt, dat het mij geluk, uh, gelukkig laat voelen, dat het mij vrijheid brengt, dat het... Wat dat dan ook is dat jij zou willen uh, ervaren. Voilà, ik ga het hierbij laten. Um, ik ga deze video uploaden en dan nog wat verder schrijven aan het tweede deel van het e book rond de tweelingvlammen. Um, ik ben vergeten, ik had het gewoon deel 2 eerst genoemd, maar ik heb ondertussen een nieuwe naam gevonden. Maar ik ben het dus vergeten, ma maakt niet uit. Ik zal het wel te uh, de gepaste tijd eens delen. Um, en dan, um, voor degenen die al willen, um, ga ik misschien vandaag of in de komende week een... Um, een betaling al aanmaken zodanig dat je het uh, e-book al kan gaan reserveren uh, want ook daarin heb ik weer al nieuwe dingen geleerd, weer nieuwe dingen um, besproken met mijn twin um, ervaringen van hoe hij het ervaart en dat um, kan ik dan ook alweer delen met jullie dan voilà, dat was het voor nu ik wens je vast een fantastische week en tot de volgende, bye!